zijn er nodige mensen met een beperking? Hoeveel mensen met een beperking zijn er binnen La Jolla inmiddels? Wordt het groepje steeds groter? Ja, we hebben nu net een nieuwe stagiaire van de onderwijsgemeenschap Impuls. Voorheen was dat de Vijverafschool. Ja. Speciaal onderwijs, daar hebben ook Jamie en Jasmine op gezeten. Denzel is er nu bijgekomen. En we hebben daar een goede samenwerking mee. En wij hebben gezegd, wij streven ernaar om maximaal 5 kinderen van het speciaal onderwijs hier een dagbestedingsplek aan te bieden. En onze deelnemers aan de dagbesteding, dus wij noemen dat OJA-talenten, onze OJA-talenten zijn dan ook bij dat intakegesprek, want het zijn hun collega's. Dus we hebben hier een grote kloostertafel en als er een intakegesprek plaatsvindt, nou, dan zijn zij erbij. Want ik zeg altijd, het is jullie zaak en wij zijn er op de achtergrond om te kijken hoe kunnen wij jullie helpen om deze tent zelfstandig te runnen. Wij zijn op de achtergrond aanwezig, maar zij bepalen wel mee of ze onderling een klik hebben. En dat is heel belangrijk, omdat onze kinderen heel sfeergevoelig zijn. En dat is denk ik het verschil. Wij maken andere keuzes. Ik kies er bewust niet voor om heel snel te groeien. Ik heb er ook bewust voor gekozen om de eerste jaren geen reclame te maken. We zijn wel heel actief op Facebook en gelukkig zaten we eigenlijk met La Jolla Indonesia al 2016 iedere maand vol. Het hele jaar zaten we volgeboekt van de mond-tot-mond reclame. Maar we moeten de groei ook aan kunnen. Hè? Onze kinderen, wij houden eigenlijk het tempo van onze kinderen aan. En als wij merken van nou, alle kinderziektes zijn eruit, zij zijn klaar voor de volgende stap, dan zet ik de volgende stap. Kijk, ik kan mijn tempo wel aanhouden. Maar als wij hier niet klaar voor zijn, dan ga ik mijn doel alsnog voorbij. Want dan is dat voor mij geen succes, want het draait om hun en zij moeten zich prettig voelen. Wat is de volgende stap? De volgende stap is dat wij iedere vrijdag lunches gaan organiseren. Waarin mensen gewoon een bestellijst bij ons kunnen opvragen. En we beginnen eigenlijk hier bij het Noorderpoortterrein, dus dan bij de bedrijven die dan een bestellijst bij ons kunnen opvragen. En dan minimaal een dag van tevoren. En dan hebben we een mix tussen Nederlandse lunches en Indonesische lunches. Dus bijvoorbeeld een broodje rendang, een broodje kip saté, sotosoep. Maar ook gewoon een lekker luxe broodje kaas. Maar die bestelling kunnen ze bij ons plaatsen en ze kunnen dan iedere vrijdag hier komen lunchen. Of wij bezorgen het hier in het Noorderpoortgebied. En die stap kunnen we nu zetten, omdat de kinderen nu al tijdens de Indonesische avond de kneepjes van het vak onder de knie hebben. En zij zijn klaar om ook dat volgende stapje te zetten. Ja, super om te horen dat het wel zijn vruchten afwerpt. Ja, we mogen niet klagen. Het is wel... wij ondernemen anders dan de verwachting, hè? Want mensen zijn gewend van nou, je gaat flink reclame en wat voor de een succes is, is voor de ander geen succes. Hè? Dus bijvoorbeeld in het begin hadden we hier altijd de tent vol zitten en ik zag dat onze kinderen daar gestrest van raakten. Mm-hmm. Toen had ik zoiets van dat kan voor de burger, hè? Een succes zijn, een succes, hè? Als je tent vol hebt zitten. Maar als ik zie dat onze kinderen daar gestrest van raken, dan is het voor mij geen succes. Zo heb ik de tent even dichtgegooid, even een zomerstop ingelast, terug naar de basis. En mezelf wel heel scherp de vraag gesteld van waar doe ik het voor? En ik doe het voor onze kinderen. Dus ik heb het anders georganiseerd. En ons succes is als onze kinderen een goede plek in onze samenleving in kunnen nemen. Als wij een goede dagbesteding hebben. Als onze buurtbedrijven een goede dagbesteding voor ons aanbieden, leerwerkplek op locatie. En als die lunches iedere vrijdag enthousiast worden ontvangen. En toevallig nog de 31ste, iedere laatste vrijdag van de maand. Maar Indonesische avond. Indonesische avond. En wat wel een beetje, we willen eigenlijk alles heel dicht bij onszelf blijven. En wat ik vaak doe is, nu dan bijvoorbeeld 31 maart hebben we ook een Indonesische avond en dan heb ik een medium, dus is het een drie gangen diner Indonesisch.
En onze kok Jeannette, die niet in beeld durft, dat zeg ik toch even. Maar onze chef Jeannette is ook een Indische vrouw. En wij koken ook volgens grootmoeders recept. Maar tijdens zo'n drie gangen diner nodigen we een gastspreker uit. En vaak heeft het wel een spiritueel tintje, omdat dat ook heel dicht bij mezelf past. Ik kies er alleen niet voor om dat zo naar buiten te brengen, maar ik nodig dan een gast daarvoor uit. En nu hebben we dan een medium, Lisbeth van Dijk. Zij is bekend van het televisieprogramma Paranormale Kinderen, finaliste van de 26. Maar ja, zij was zo gecharmeerd van ons concept, want dit doet ze normaal niet. Ze komt normaal nooit gewoon zo bij de mensen. Maar speciaal voor La Oya komt ze dan naar Venlo. Oké. Okay. Ja. Nou goed, tussendoor heb je ons nog aan tafel, 25 maart. Als voetbalroute zijnde zitten we dan hier. Ja goed, ik hoop dat je hebt kunnen vertellen wat La Oya inhoudt en dat het ook duidelijk is voor de mensen. En dat het nog meer bekendheid gaat krijgen. Ja, dankjewel. En ik verheug me eigenlijk ook dat wij gastvrouwen mogen zijn voor jullie concept. Ja. Want dankzij jullie concept kunnen wij ook weer La Oya goed uitdragen. Ja. En ik verheug me erop om jullie te verwelkomen. Dus kijken 25 maanden voetbalroute bij La Oya. Ha ha.